twee, één. Hoppa. Ja, precies. Ries Smit van het Hoogheemraadschap Delfland. Ja. U was hier bij de opening. Kunt u vertellen wat uw rol was? Delfland moet ervoor zorgen dat de inwoners van Delfland droge voeten houden. Dat wanneer het heel erg veel regent, dat water wordt opgevangen in rivieren, sloten, vijvers. En in Voorburg-Leidschendam had men het voornemen om een park opnieuw in te richten. Dat is het Waterspoorpark. En toen dachten wij van dat is een mooie kans om dat te combineren. Voorburg wil een beter park. Wij willen graag extra waterberging, want het klimaat verslechtert, meer regen. En wellicht dat we samen met de gemeente extra ruimte kunnen maken om dat water op te vangen. En dat is hier gebeurd. U moet de aarde beschouwen als een spons. Als het regent, dan moet die spons die regen opvangen. En dat gaat via de aarde zelf weer weg. Maar als alles versteend is, we hebben dichte straten, dichte tuinen, dichte achtertuinen. Dan gaat het water naar het laagste punt. Dat is dan naar het stadsdeel, waar mensen dan last van hemelwater krijgen. Natte voeten, dat willen we niet. Dus wij voeren actie om zoveel mogelijk tuinen tuin te laten zijn. Nou, dit gebied is mooi groen. Dus als hier regen valt, dan wordt het als door die spons opgenomen in de aarde. En tegelijkertijd vind je enorme waterpartijen waar bij wijze van spreken nog 1,5 meter extra water op kan. Mocht hier een hele zware bui vallen, dan heeft Voorburg-Leidschendam geen probleem. Want dat is hierin voorzien. Dit voorbeeld strekt ter navolging. Dat is ook de kern van mijn boodschap. Ik hoop wat hier is gebeurd in Voorburg-Leidschendam, dat dat ook in andere gemeenten gaat plaatsvinden. Dus wij moeten als Delfland ervoor zorgen en ook andere gemeenten stimuleren ervoor te zorgen dat ze soortgelijke plannen gaan uitvoeren. En dan het liefst samen met het waterschap Delfland. En met de bewoners. En met de bewoners uiteraard. Dat is het allerbelangrijkste. Flor Kist, wethouder van Water en Groen en Duurzaamheid. We staan hier bij het net geopende Waterspoorpark. Ja. Hoe belangrijk is dit park voor de gemeente? Nou ja, iedereen die hier woont weet dat als je van het Prinses Bernhard en Juliana Park hier naartoe loopt, dat een en al park is. Nou, dat is zo belangrijk. Het is echt een van de groene aders die we hier in onze gemeente hebben. En wat we hebben gedaan is, langs het spoor hebben we veel meer water weten te realiseren. Het heet wel een park, maar het is eigenlijk een groot waterproject. Alle waterberging die we proberen te realiseren is niet zozeer om te voorkomen dat er minder regent, want daar kunnen we niks aan doen. Maar als er regen valt, dat we wel ergens met die regen naartoe kunnen. En dit is inderdaad zo'n waterproject wat die berging moet mogelijk maken. Hoe is het dan tot stand gekomen samen met de bewoners? We hebben een aantal sessies gehad waarin je gewoon zegt van dit zijn de plannen. We hebben natuurlijk onze eigen groen ontwerpers. Die komen met een aantal ideeën over het park. En dan hebben we gewoon 3 bijeenkomsten georganiseerd voor de buurt op verschillende momenten van de dag. Waarin we zeggen nou kom eens even meepraten en kom eens even vertellen wat je er leuk aan vindt en wat je er minder leuk aan vindt. En daar zijn dus allerlei leuke ideeën uitgekomen. Ik ben, mijn naam is Jesse Boer en ik ben van Sportief Plus. Ja. En ik kom hier vandaag helpen bij de challenge run. En wat is een challenge run? Een challenge run is een obstakelparcours eigenlijk, die mensen gewoon aflopen en zichzelf eigenlijk kunnen gaan uitdagen. En wat voor obstakels zijn er? Zoals hier, ik sta hier met een zandzak in mijn nek, dan moeten ze daar omhoog. We hebben een band, die moet worden geduwd. Er zijn monkey bars, er zijn plekken waar mensen doorheen moeten lopen. En het is gewoon een groot obstakelparcours door het hele park heen eigenlijk. Wat ben je aan het doen? Suppen. Wat is suppen? Dat is stand-up paddelen. Waarom doe je dit? Dat het er is. Okay. Had je het al eerder gedaan? Nee. Hoe vind je het? Leuk. En wat vind je er dan leuk aan? Nou, dat je ook gewoon kan staan en op je hurken. En onder de brug? Dat vond ik nog een beetje lastig. Ja, ik ben Twan van Wieringen en ik ben hier eigenlijk in 2 rollen. De eerste is, ik ben ontwerper bij de gemeente Leidschendam-Voorburg, landschapsarchitect. En dit park
is mijn ontwerp. En dat hebben we natuurlijk samen met collega's, water, erfgoed enzovoorts verder ontwikkeld. Stadsbeheer ook heel belangrijk. En daarnaast ben ik een soldaat uit de tijd van Napoleon. Want het thema van het ontwerp, dat is het grote paleis, het Loo. En dat was een hele grote dierentuin. En die is gestolen door Napoleon en naar Parijs gebracht. Al die dieren? Alle dieren die zijn naar Parijs afgevoerd. En in de waterpartij achter me, dat kan je ook de olifant zien. Eén van de twee olifanten, Hans en Parky. En die zijn ook dus naar Parijs gebracht. De Fransen vielen hier binnen. Hè, de prins van Oranje die moest vluchten. Hij had toen al voor die tijd had hij het paleis hiernaast had hij verkocht. Want hij zag de bui al een beetje hangen. Dat is toen gesloopt. En de dieren die hier waren zijn toen naar Apeldoorn gebracht. Hè, naar de Grote Loo. En daar hebben de Fransen ze weggehaald en toen naar Parijs gevoerd. En dat gebeurde door soldaten natuurlijk. Maar u hebt het over het Grote Loo. Was hier dan het Kleine Loo? Hier was ook het Kleine Loo. Maar er waren er vier loos. En het Kleine Loo lag bij de Bezuidenhoutseweg. Tegenover Huis ten Bosch. Dit was de Loo. Want dat was eigenlijk het oudste. En later heeft de stadhouder koning Willem III... In dezelfde tijd als dat Versailles gebouwd werd, heeft hij het Loo gebouwd, de Grote Loo in Apeldoorn. En nou het waterspoorpark. Ja. Wat betekent dat nu hier voor deze buurt? Ja, nou dat is ongelooflijk belangrijk voor de waterberging. Maar ook belangrijk omdat het hier heel dicht bebouwd is. Het is het meest dicht bebouwde stukje van Leidschendam-Voorburg. Dus ja, mensen hebben weinig recreatieruimte. We hebben daar eigenlijk werk met werk gemaakt. Er was waterberging nodig, ook door de hoge bebouwingsdichtheid hier. Ja, waar gaan die grote regenbuien heen, hè, die door de klimaatverandering steeds intenser worden? Ja, en dan combineer je dat meteen met leuke paden, met speelvoorzieningen, met bloeiende bermen. Hè, en natuurlijk met een stukje verhaal over wat hier vroeger te zien was. Nou, ik kan wel zeggen dat dit het allerleukste is geweest wat ik ooit heb mogen doen. Ik ben Marjan van Kesteren en ik ben hier in de wijk bezig met het bewonersinitiatief Fenomeen Bovenveen. Wij willen graag dat alle mensen uit de minima en alle organisaties die zich daar druk voor maken, verzameld worden en de juiste dingen doen. De gemeente heeft aan Fenomeen Bovenveen gevraagd of zij het sportdeel wilden organiseren. Dat hebben wij dus gedaan, dus het duiken, het suppen en de modelspoorbaan. De springkussens voor de kinderen, de challenge run, dat is allemaal door Fenomeen Bovenveen uitgewerkt en wordt dus uitgevoerd. Dus het is echt een bewonersinitiatief? Klopt, 100%. En zeker nu de participatiewet er is en de gemeente stimuleert dat bewoners zoveel mogelijk zelf doen. Hopen wij dus ook dat zoveel mogelijk bewoners uit de wijk hieraan mee gaan werken.